Het gerenoveerd gebouw van het Natuurtechnisch Instituut Natin is vandaag opgeleverd. Natin wordt als een belangrijke schakel gezien voor de olie- en gasindustrie. De renovatie van het Natin-gebouw betrof het verwijderen van de asbestplaten, het plaatsen van een nieuw dak, nieuwe deuren en ramen en een grondige schilderbeurt. De directeur van Staatsolie, Ananja Gisser, haalde aan dat het bedrijf al meer dan 2 miljoen Amerikaanse dollars heeft gestopt in het Natin voor equipment en renovaties. Hieruit moet volgens de directeur blijken hoe belangrijk Staatsolie Natin vindt voor de verdere ontwikkeling van onder andere de olie- en gassector. Het is publiek geheim, misschien, dat in het middenkader van Staatsolie zijn Natinners. Bij de raffinaderij, bij de powerplant, op de Saramaca operations zijn echt Natinners. Ik weet niet wie ooit met het idee is gekomen om deze school op te zetten, maar het is gewoon briljant. Praktisch, zonder veel ballast. En misschien moet, ik weet dat de minister naar alle curricula aan het kijken is, moeten we nog meer ballast wegdoen, zodat mensen heel gericht en gemotiveerd verder kunnen studeren. We zijn goed in dingen opzetten. Zelfs persoonlijk, hè. We bouwen ons huis en we denken, oké, ik ben 32 en als ik dood ga op mijn 80ste of 90ste of 100ste, dan staat dat huis precies zo erbij. Nee, je moet het onderhouden. En dat is in veel projecten van Staatsolie toch een beetje een teleurstelling. Dat we iets opzetten en binnen de kortste keren ziet het er niet meer goed uit. Dat komt niet alleen door, laten we zeggen, goed en zuinig om te gaan met de middelen, maar ook regelmatig schoonmaken en repareren, etc. En ik begrijp dan weer dat de middelen niet beschikbaar zijn, maar laat er alvast een plan zijn. En dan kan Staatsolie misschien ook kijken hoe ze daarbij kunnen bijdragen. De algemeen directeur van Natin, Iwan Ganga, uitte zijn tevredenheid over de renovaties. Hij benadrukte dat de verbeteringen bedoeld zijn om de leeromgeving voor studenten te verbeteren. Daarnaast gaf Ganga aan dat hij hoopt op meer samenwerkingen om Natin verder te moderniseren. We are looking forward to that because we need the help from outside to prepare our students for the demands, the big demands which will come from outside. And we are on top of it, and we want to stay on top of it. We want to see the largest institute to deliver well-skilled, well-educated, well-trained workers, but also be a part of every new thing that's going to happen in Suriname. And surely for the oil and gas sector in Suriname. De renovatie van het opgeleverde etagegebouw van het Natin is ook mede mogelijk gemaakt door Total Energies, Capricorn, Decker Petroleum en Chevron in partnerschap met Qatar Energy. Bij de oplevering van het gebouw is er een plakkaat onthuld.